Dit gaat pak mis. Nee, dit konden we toen ook. Pak maar mijn hand. Oh, wacht. Hallo allemaal, welkom bij deze vlog. Ik heb vandaag met een hele speciale bekende gast afgesproken. We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien. En toen ik aan haar vroeg, wat zullen we vandaag gaan doen? Toen zei je... Iets gezelligs. Ja, en volgens Denise is het heel gezellig om naar een klein pittoresk plaatsje te gaan. Nou, in dit geval gaan we naar Naaldwijk en dat ligt in Zuid-Holland. En dan gaan we een beetje naar de winkels en whatever, ijssjalen misschien. Nou ja, we hebben leuke bonnetjes. Dus, ja, we hebben kortingsbonnen, die gaan we allemaal verzilveren. Maar ja, laten we maar gaan. We zijn inmiddels naar de bus aan het lopen, mocht je je afvragen waar we in hemelsnaam zijn. Een soort bush. Het wordt nog een soort spannend avontuur, want wij gaan nooit met de bus. Waarom gaan we eigenlijk met de bus, Denise? Nou, omdat ik nog wel een warme auto heb, zonder airco. En omdat het ons wel, wel een leuk avontuur leek. Dus... Ja, nou, avontuurlijk is het sowieso, maar volgens mij, Denise, is een bus nog veel warmer dan de auto. Want daar kan je tenminste nog het raam op doen. Maar... Ja, maar bij een bus heb je nog de illusie soms dat er airco kan zijn. Dus ja... Nou, we gaan het zo meteen merken, maar ik denk dat we echt die bus gaan uitdrijven. Maar we zullen het zien. Mocht je een hele, hele trouwe kijker zijn van mijn video's, dan kan je deze plek misschien herkennen. De video van de Dutch Youth Gathering 8, volgens mij uit mijn hoofd, die begon hier, op deze plek. Nee, volgens mij 8. Oh, ja, de 8e. Die begon hier. En ja, dat wilde ik even zeggen. Na een lange discussie met elkaar zijn we er net tot de conclusie gekomen dat toch de... Dutch YouTube Gathering DYTG. 7. De 7e editie geweest moet zijn waarschijnlijk. Ja. We zijn bijna bij de bus gelukkig. Ik denk dat we weg gaan drijven in de bus. Oh, nou, lekker hoor, die airco in de bus. Nou, we hoeven niet meer te zwemmen vandaag. Nee. Ik stress hem trouwens altijd kapot. Als ik zeg maar de bus uit moet, dan ben ik altijd mijn overchipkaart kwijt. En dan denk ik ook, shit, ik moet eruit en alles tegelijk. Het wordt te veel. Maar het was gelukkig wel weer gelukt. Zullen we even wat drinken halen bij Albert Heijn? Ik heb zo'n dorst. Ja. Ja, even wat drinken scoren. Heel erg slecht, maar met het warme weer slaap ik niet echt goed. En ik ben nog een beetje suf, ik moet een beetje wakker worden. Dus ik heb Red Bull gehaald. Wacht, dit moet zo. Het wordt mijn eerste blogpost. Dit heb ik nu op film staan. Het was een... Oh. Wat, een blogpost? Ben je ergens mee bezig? Oh, nee hoor. Nee. Staat het erop. We zijn dus in Naaldwijk en je gaat hier letterlijk terug in de tijd. Moet je kijken. Een telefooncel. Oh, heb je dat wel eens gebruikt, Denise? Ja, op vakantie vroeger. Als ik dan ging bellen naar ja, oma. Ja, echt een vakantiegevoel heb ik in dit plaatsje. Kijk, oh, maar wacht, werkt hij nog wel? Kun je ook snapchatten met dit ding? Volgens mij niet. We zijn eindelijk gearriveerd bij het winkelcentrum van Naaldwijk. De shopping mall. De tuinen. Wow. Ja. Ze hebben hier alles, zoals Westland leermode. De vakantie-express. Een Etels. Een party. Een McGregor. Oh. Party. Een party. Misschien dat ze ook feestjes verkopen, dat kan toch? Awkward. We hebben net samen gewinkeld en ik heb heel veel kleding gepast en mijn haar zat niet meer. Dus ik heb even deze pet gekocht en er staat een R op. Ik weet niet of je het kon zien, ik hoop het. En verder nog een t-shirt gekocht en een nieuw luchtje. Dus ik heb mezelf een beetje verwend, maar dat mag ook heel wel een keer. Uit. Ja, heerlijk. Het is Dior Cologne volgens mij, heet die. Uit mijn hoofd. Ik zal straks nog even checken. Ja, we gaan nu even weer naar Albert Heijn om wat eten te halen. En dan gaan we lekker ergens buiten zitten, want het terras was er hier zo vol dat we dachten, weet je wat, we zoeken gewoon onze eigen private plek. En we gaan een beetje besparen, dus. Het is crisis, we hebben net, dus bij deze is het crisis. Hoe ik viel bijna. Maar tot zo. Het was even zoeken, maar we hebben eindelijk een plek gevonden en we hebben een lunch. Denise, wat ga jij eten? Ik ga deze lekkere hamkaas croissant. Ja. En ik heb nog wat lekkers te drinken van... Innocent. Heerlijk, die heb ik ook gekocht, maar dan iets groter. Dit is mijn favoriete smaak momenteel. En ik heb verder nog een lekkere fruitsalade. Couscous. En salade met couscous en kip en Marokkaanse dingen. Trouwens, nu we toch even rustig zitten. We krijgen heel vaak de vraag waar wij elkaar van kennen. Of we een relatie hebben.
Wie weet. Wie weet. Nou nee, dat is allemaal niet zo. We zijn beste vrienden eigenlijk. Toch? Ja, hoop ja. ik. Ja, ja. Maar misschien vinden het wel leuk als wij een keer de best friend tag gaan doen. Om gewoon alles te vertellen over hoe we elkaar ontmoeten. Want we hebben ook nog heel veel oude beelden van ons vroeger. Nou, toen we elkaar hadden al leren kennen. Collectie. Ja, want we kennen elkaar van school een paar jaar geleden al. 8 jaar geleden. Dat is best wel lang. Ja. En we hebben in die tijd... Nou. Al die jaren lang maken we wel filmpjes en filmen we alles. Denise wil altijd alles filmen. Ik weet nog toen ik erachter kwam hoe ik kon filmen met mijn Samsung klaptelefoon. Ja. Dus wij hebben daar heel veel beelden van. Dus misschien dat we dat dan ook kunnen laten zien. Ja, nou, laat maar even weten of jullie dat leuk vinden. Dan kan ik dat op mijn hoofdkanaal maken. Ja. Maar nu even afeten. Ja. En tot zo. Oh ja, en voordat ik het vergeet. Ik zal even laten zien welke plugje ik nou heb gekocht. Dat... Oh, je ziet het niet. Oh, nu wel. De Dior Homme Cologne. Ik heb maar de grote verpakking genomen, want het was wat verdediger. En ik hou er wel van om een beetje veel op te kunnen doen. Dus dan gaat hij wel langer mee. Nou, we deden net wel belachelijk gezond. Dat kunnen we natuurlijk nooit volhouden. Dus we zitten nu alweer aan het ijs. Maar wel heel erg lekker. Ik heb yoghurt en Snickers. Wel heel erg lekker. Ah ja, dat staat er ook op. Wat heb jij? Yoghurt en stracciatella. Hmm. Ja, en dat was onze bus. Gemist. Nou ja, ach, het is mooi weer. We wachten wel even. Volgens mij gaat hij om het kwartier. Dus het valt best mee. Toch? Ja hoor. Die warmte lekker. En als de camera uitstaat, zit godverdomme. Daar zit hoor. Ik ga een beetje een half uur wachten op die bus. Hij gaat dus pas over een half uur. Everybody sing along, bouncy, bouncy. Ooh, such a good time, bouncy, bouncy. Stilettos are no, no, bouncy, bouncy. White socks slipping down, bouncy, bouncy. Ooh, bouncy, bouncy. Ooh, every time I bounce, I feel I touch the sky. Dat zongen we vroeger altijd. Ja. Heel leuk. Dit is nu klaar. Dikke, dikke olifant, heb je al ontbeten? Dikke, olifant, wat heb je gegeten? We zijn weer thuis en ik ga Denise nu verrassen met ons lievelingsijs. Omdat we zo net eigenlijk al ijs op hebben. Denise? Ja? Heb je soms zin in... Mijn lekkerste ijs. Yes, en ook mijne. Oh. Ons lekkerste ijs. Dit is mijn eerste deze zomer volgens mij. Bij ja. mij ook? Volgens ja. mij. Nee, nee, nee niet helemaal waar. De laatste bij het Songfestival op. Ja, inderdaad. Ja, ja dan, dus... toen was het nog geen zomer. Het lekkere aan die lierkijs is dus dat het citroenijs is, maar dit is een dropstok ook nog eens. 2-in-1. Ja, wow, hij is wel een beetje zeg je dat? Gekristalliseerd. Ja. Maar proost hoor. Proost. Een soort monster van Loch Ness. Hmm. Jij helpt mij als je meisje. Maar ik zei, doe normaal of zo. Ik vond dat je te koolmonster was. Ik zit op een wolk, wolk, oh. En ik denk dat ik hier... Dat jij dat echt... Wat kon jij mooi zingen. Bedankt. Oh. Ik moet mijn dans nog een beetje oefenen voor een video binnenkort. Meer zeg ik niet. Ik zit op een wolk en ik kom er niet meer op. Mijn baby die is cool. Dit is trouwens in het Engels. Misschien moet ik deze vertalen in het Engels. I sit on a cloud and I'm never coming off. Het is inmiddels een paar uur later. We hebben al gegeten. We hebben weer ijzer op. Het is heel erg. We hebben vandaag 3 ijsjes op. En we hebben net ook getinychat. Het was heel erg gezellig. Er waren echt op een gegeven moment 125 mensen. Dat was echt niet normaal. Bedankt. Ja, en nu ga ik nog even piano spelen. Want ik ben nu bij de piano en dat ben ik niet heel vaak. Dus ik dacht, ik speel even iets voor jullie. Let it go, let it go. Thank you.
Trouwens, ik bedenk me ineens, als je de volgende keer nou ook bij de livestream wil zijn van Denise en van mij, of van mij alleen, of met wie ik dan ook ben, moet je me even volgen op Twitter, Instagram, Facebook, één van die drie, of alle drie. Daar zet ik altijd het linkje neer en dan kan je er dus volgende keer ook bij zijn. Want het was, wat is er? Maverick. Ach, een klein eentje. Wat schattig, heb ik eend. Eentje. Helemaal in zijn eentje. Nou, wie deze schommel herkent uit een oude video, dat is echt een diehard veertje kijken. Dus als jij deze plek herkent uit een video, laat even weten welke video. Deze. Ja, inderdaad. Ja, deze. En ik zat dan, wacht, ik zat dan hier. En dan was het van, nee! Ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hou van je. Ja, zoiets was het inderdaad. Nou, ik ben benieuwd wie nog weet welke video dat is. Wow, en deze halfpipe. Hier hebben we ook nog dingen opgenomen. Namelijk? Ja, wat... Pak maar mijn hand! Stel niet te veel vragen. Je bent niet de enige die de wereld kan dragen. Oké, okay. Mocht je echt niet weten welke video ik bedoel, ik zal het linkje ook wel even in de beschrijving zetten. Dan kan je dat is erg leuk, moet ik zeggen. Nou, ik vind dat we daar eigenlijk een vervolg op moeten maken. Want volgens mij kunnen we nog wel meer liedjes bedenken. Nou, zeker. Jullie kunnen dan mee bedenken. Ja, dus als jij nog liedjes weet die heel raar klinken als je ze zeg maar op een boze manier naar elkaar zegt. Dus pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. En als je dat boos zegt, is het pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Nou, als je dus zoiets kan bedenken... Dan moet je het even in de reactie achterlaten. Nederlands, gaat het goed, Denise? Ja, en wie weet kunnen we dan een nieuwe Nederlands maken. Toch? Ja. Lijkt me leuk. Ja, mij ook. Ik moet dit kunnen. Maar dan moet jij de zak chips zo. Wow. Gelukt. Dit gaat mis. Nee, dit konden we toen ook. Pak maar mijn hand. Oh, wacht. Anjo, jij bent sterk. Nou, het is gelukt, zie je. En nu hebben we heel erg gezellig hier een zak chips meegenomen. En die gaan we lekker opeten en een beetje praten en een beetje afkoelen. Heerlijk. Zo. Hallo. Hoe deed jij dat nou hier? Nou, toen was de dag voorbij. Ja, we hebben wel een hele gezellige dag weer gehad, zoals altijd eigenlijk. Zeker. En als je de video nou leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, abonneer dan eventjes. Dan mis je nooit meer een video, ook op dit kanaal. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei! Doei! Hey allemaal, hier heb ik een hele korte video. Want ik heb namelijk de gekste hond van de wereld ontdekt.